Hallo allemaal. Staat u alle klaar? We gaan weer beginnen met een gymles deze ochtend. Ik hoop dat u ertoe bereid bent en dat u lekker met mij mee gaat doen. Daarnaast moet ik even zeggen dat er oefeningen zijn die voor wat stabiele mensen zijn, maar ook voor als je wat minder stabiel bent. Zorg dan dat je een tafel of een stoel bij de hand hebt, zodat we de oefeningen gewoon kunnen doen. Ik probeer dat afwisselend te brengen, zodat iedereen mee kan doen. We gaan beginnen met een warming-up. Als dit te snel voor u is, kunt u dat natuurlijk verminderen door bijvoorbeeld even wat rustiger aan. Het gaat er toch om dat u even wat warm wordt, in ieder geval de spieren. Dit is allemaal nog te doen, hè? En wat hierna komt overigens ook, hoor. Zijwaarts. Hup. Hup. En hup. Heerlijk toch dat we zo kunnen bewegen. Zolang we dit nog kunnen doen, zijn we tot heel veel in staat. Wissel. Wissel. Hup. 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 En even met de armen. Lekker losdraaien. In uw eigen tempo. En naar achteren. Probeer de handen zo lang mogelijk bij elkaar te houden achterin. Zijwaarts. Even op één been steunen. Klein knikje in de knie. Even voorwaarts. En de andere kant. Oké, dit was de inleiding, de warming-up hebben we achter de rug. We gaan verder met de volgende oefeningen. Zoals ik al zei, u kunt de oefeningen doen met de tafel of zonder de tafel. We gaan eerst eventjes zonder de tafel, maken we even wat uitvallen. Gaan met het linkerbeen naar voren, handen in de zij. En blijf even rustig met ons bovenlichaam recht. Even rustig staan. En terug. Even wachten. Lekker rechtop blijven, niet voorover bukken. Rechtop blijven. En weer terug. En dat doen we ook zijwaarts. Even rustig blijven staan. En weer terug. Andere kant. En weer rustig terug. Gaan we nog even naar voren. Zorg dat het bovenlichaam rechtop blijft. We moeten zo min mogelijk onze rug belasten. Benen van ons die kunnen heel veel hebben. Die moeten we goed trainbaar houden. Oké, even rustig instappen. Even schudden. Andere been. Helemaal goed. Gaan we nog een keertje zijwaarts. En doen we de armen erbij omhoog. Want die hangen er niet voor niks aan. En weer terug. En de andere zijkant. Ook weer het bovenlichaam rechtop, hè. En weer terug. En ook een keer naar voren. Armen omhoog. En weer terug. En naar voren. Hartstikke goed. Dan even met ons been zwieren. Je kunt de tafel gebruiken. Hop. 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 Je kunt ook langzamer aan doen natuurlijk. Eventjes wachten. Hop. Even naar voren. En weer naar voren. En weer naar achteren.
Ja, en dat wisselen we natuurlijk ook af. Ga ik oneerbiedig naar met de rug naar u toe staan. Oké, gaan we even met de handen tegen de tafel aan staan. Rechterbeen omhoog. En weer rustig terug. Lekker uitrusten op de bank, op de tafel. Helemaal goed. Doen we nog een keertje. En de andere kant. Oké. Even wat spierversterkende oefeningen. U blijft gewoon tegen die tafel staan. Even naar voren. En weer terug. Even naar voren. En weer terug. Vooral het bijhouden van onze spierkracht is heel belangrijk naarmate we ouder worden, zoals u weet. En ja, de spierkracht neemt alsmaar af als we dat niet in de gaten houden. Dus probeer zoveel mogelijk ook de beenspieren met name, armen, borstkast en rugspieren intact te houden. We gaan nog een keertje zwaaien met ons been. Omhoog. En als het been naar beneden zakt, gebruik dan uw linkerhand of andere hand onder het been. En blijft u gewoon staan. Andere kant. Oké, die hadden we zojuist al gehad. Dan gaan we even naar de zijkant. 1. 2. Kijk, ik pak gewoon eventjes mijn hand of been vast, bedoel ik. Hop. Hop. En de andere kant natuurlijk ook. Heel goed. Gaan we nog even wat muuroefeningen doen. We gaan bij de muur staan. Sorry dat ik met de rug naar u toe sta, maar dat is niet anders. Maar kijk wat ik doe. We tikken de vloer aan. En we gaan met onze rechterhand naar links. En dan tikken we de vloer weer aan. Dan gaan we de andere kant. Tik. Hop. Tik. Hop. Tik. En nog één keer. U ziet dat één been loskomt. Ga met beide handen naar links en naar rechts. Even tikken. Hop. Tik. Hop. Tik. Hop. Tik. Hop. Heel goed. Dan gaan we eventjes de vloer aantikken. En op de tenen staan en we reiken zo hoog mogelijk met onze handen. Houd dat even vast, 3-4 seconden. Rustig naar beneden. En strek je weer uit. En u ziet als het goed is wat mijn kuitspieren en beenspieren doen. En nog één keer. Helemaal goed. Doen we nog een oefening, ik noem die altijd de meetoefening. Gaan met onze rechterhand naar de vloer en de andere hand omhoog. En dan houden we even vast en draaien we om en dan gaan we naar de andere kant. Even vasthouden en weer terug. En nog één keer. Prima. We gaan weer even terug naar de tafel. Want wat u bij de tafel ook kan doen. Gewoon rechtop staan. Naar beneden. En weer rustig uitdrukken. Hou het hoofd recht. Niet voorover bukken. Want dan belast u uw rug te veel. Recht naar beneden. Rustig tempo. Dat bepaalt u zelf. Ongetwijfeld zal dit wat spierpijn opleveren. Heb ik al eerder gezegd, maar dat hoort er allemaal bij. En kunt u gewoon weer vanaf komen door de oefeningen te herhalen in de komende tijd, ook buiten de uitzendingen om.
We gaan nog even steunen, benen achteren. Even vasthouden. En weer omhoog. Doen we nog een keer, maar dan veren we met ons been. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Kleine spreidstand. Gaan met onze linkerhand naar de rechtervoet. En de andere die tikken we er tegenaan. 1, 2, 3, 4. Even overeind komen. En dan gaan we naar de andere kant. Even aantikken. 1, 2, 3, 4. En weer even overeind. Even rustig doorademen. Heel belangrijk. Doe dezelfde oefening nog een met twee handen tegelijk. Tegen de rechtervoet. 1, 2, 3. En 4. Even weer bijkomen. Dat is belangrijk voor de doorademing, hè? Kleine spreidstand hebben we nog steeds. Gaan we naar de andere voet. En omhoog. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Nog even wat schouderoefeningen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En een mooie kniebuiging voor jezelf. Dit zijn de intensieve oefeningetjes die we hebben gehad. En we gaan dat afsluiten met de cooldown. Kleine spreidstand. Dan even helemaal naar voren. Naar de zijkant. Bovenlichaam is weer rechtop. Even blijven staan. We rekken daarmee de binnenkant van ons been op. Voeten blijven staan. Gaan we gewoon naar de andere kant. Nogmaals, niet voorover hangen, rechtop blijven. Neemt u de arm even mee. Naar de andere kant. Goed, dan even met ons rechterarm over het hoofd heen, heup weg. Rekken we onze zijkant op. Oké, gaan we wisselen. Oh, I'll never know what makes this man. Prima. Even de handen in de zij. Lekker draaien. 2, 3, 4. Aan de andere kant. 1, 2, 3. En 4. Armen omhoog. Ietsje door de knieën staan. Armen naar achteren. Heupen naar voren. Lukt dat niet zonder tafel? Dan steunt u gewoon aan de tafel. Gaat u met 1 arm naar achteren. Zo kan iedereen meedoen. Jong en oud. Stijf of niet stijf. En even terug. Omdraaien. Iets door de knieën. Rustig naar achteren. En ik draai weer om. Even de handen vastpakken. En trekken. Naar buiten toe trekken. Alles wat u heeft, maakt u zelf een beetje boos. Ah, kom maar. En rustig los. Even de hand naar voren. Maken we een bokkenpootje, zo noemen we dat. Andere hand pakken we vast. En die trekken we naar binnen toe. Dan rekt u de bovenkant van de arm. Onderkant armhangen. Even los. Andere kant. Naar beneden.
En naar voren drukken. Ja, prima. Nog één oefening voor de zijkant. We gaan met de rechterarm tegen het been aan. Andere arm over het hoofd. En we gaan steeds verder met onze vingers richting knie. Als je bij de voeten kan komen, is dat ook goed. Maar dat zal nu niet lukken, denk ik. En weer rustig terug. Heel duidelijk voelt u de zijkant oprekken. Andere kant. Arm langs het been. En druk hem maar naar beneden. Hè. Wel rechtop blijven, dus niet voorover hangen. Zijwaarts naar beneden. En weer rustig terug. Even de handen weer in de bitgreep. Gaan we omhoog. En rekt u uit, hè. Helemaal uitrekken. Probeer na te denken of u daar iets kan pakken. Armen wijd. Draai even rustig de handen. De armen. En terug. En alleen de handen. En dan zit deze les er weer op. Maar hou de lessen in de gaten. We gaan gewoon weer verder met de volgende gymles. Dus blijf meedoen. Goedemorgen Gelderland. Daar gaan we weer. En uw armen lekker mee. Lekker dansen vandaag. Kijk ook even naar de ruimte om u heen. En weer laag. Dat er niks omgestoten kan worden. De dure koffiekopjes. Planten aan de kant. Heel goed, zodat u de ruimte heeft. Een nummer speciaal van u. Volgens mij mist de hemel een engel. En ik kan u zien, want daar staat u. Ja, shuffle, op. Heel goed. Naar de zijkant stappen we weer lekker warm. Heupen los, schouders los. En kijk ook weer naar uw gezicht. In de televisie reflecteert u vast vanzelf. Lekker lachen. Op. Maak het los. Op. En op. Mm-hmm. 4, 3, 2, 1. En de eerste pas die we voor vandaag gaan doen, is eigenlijk met de voeten uitstappen. Als volgt. Uit. In. Uit. En dan gaat u erop staan. Uit. In. Uit. Je houdt hem vast. Nog een keer proberen. Gaat u. Uit. In. Uit. Haal vast. En uit. In. Uit. Haal vast nog een keer. Uit. In. Uit. Andere kant. Uit. In. Uit. En u voelt hem natuurlijk al. Als u boven de 90 bent, houdt hem op de tempo. Zit u eronder, doe hem ietsje sneller. 5, 6, 7, 8 en uit. In. Uit. Uit. In. Uit. Uit. In. Uit. Uit, in, uit. Supergoed. We houden dit vast. Dit wordt uw eerste pas. Daarna gaan we naar een overslag. Grote armen. Omhoog en helemaal naar beneden. We draaien om en maken er een molentje van. Ja, doen we ook naar de andere kant. Gaat ie. Over, over en molentje. En over, over, molentje. En nog een keer de andere kant op. En molentje. Dat is 4 keer. Maar u voelt hem al aankomen. Natuurlijk gaan we dit sneller. Bent u er klaar voor? 5, 6, 7, 8 en over. En op. Keurig. De andere kant. En op. En hou vast. Die twee passen gaan we achter elkaar doen. We beginnen met dit been. Uit en uit. Uit en uit. 4 keer. En een overslag met een molentje. Ook 4 keer. We gaan het weer proberen. En u weet het, hè? Fouten maken moet zelfs. Daar komen de leukste dingen uit voort. 5, 6, 7, 8 en uit. In, uit. En uit, in, uit. En uit, in, uit. En uit, in. Overslag, gaat ie. Op. En op. En nog een keertje. Op. Ja.
Heel goed en loop uit. Keurig. We gaan wat meer ruimte opeisen. We lopen naar voren toe. Zet onze voeten uit en weer naar achter. Ik loop met u mee. 5, 6, 7, 8 naar voren. En uit. Uit, naar achter. En uit en uit. Eén keertje. We gaan het proberen. En mag u de armen meenemen. Doen we wijd, gaat ie. Loop. 1, 2, 3, 4. Uit en uit. En naar achter. En uit en uit. Heel goed. Nog een keertje proberen. Weet u gelijk of u ook genoeg ruimte hebt, hè? 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4. Uit en uit. Naar achter. 1, 2, 3, 4. Uit en uit. Keurig. Die gaan we erachteraan zetten. Uit en uit. Overslag. En lekker naar voren. We gaan het proberen. Weet u het nog? We kunnen nog een beetje spieken. Hop, 5, 6, 7, 8 en uit. In, uit. Uit, in. Doen we nog een keertje. Uit, in, uit. En uit, in, uit. Overslag. En 1, 2, 3, 4, 1. En nog een keertje. Hop. Super. Naar voren gaat hij. 1, 2, 3, 4. Uit en uit. Naar achter. 2, 3, 4. Uit en uit. En loop uit. Keurig. We plakken er nog eentje achteraan. Twee pasjes heen. Twee terug. Weer twee heen. En een draai. Als u zegt van dat draaien vind ik niks, word ik duizelig van. Stapt u gewoon weer twee pasjes terug. Dezelfde telling. 5, 6, 7, 8 en 2. En 2 terug. 2 heen. En draai. 1, 2, 3. Maak er een klap van. Handen. Een diva-stijl. Maak er maar iets moois van. Nog een keertje. 5, 6, 7, 8 en 1. En terug. Nog een keertje. 2 heen. Draai. Heel goed. Ja. Spectaculair einde. Voor een spectaculaire dans. Ik wil alles achter elkaar gaan plakken. Wat denkt u? Gaat het lukken? Natuurlijk. Ik geloof in u, hè? Komt-ie. 5, 6, 7, 8 en uit. In, uit. Uit, in, uit. Uit, in, uit. Uit, in. Overslag. 1, 2, 3, 4. Spuis ze maar een beetje op. En op. En terugkeuren. Gaan we naar voren. 1, 2, 3, 4. Wijd. En wijd en achter. 1, 2, 3, 4. En wat dacht je van een release? Gaat die? 2 heen. 2 terug. Nog een keer heen. En draai helemaal uit. Ja, supergoed. Kom even rustig tot rust. Supergoed. Deze dans... kunt u vanaf nu, als het zometeen weer overgewaaid is, het hele virus, lekker met z'n allen gaan doen. En geen feestjes meer met kringetje zitten. Hè? We gaan vanaf nu lekker dansen. Bijt. Op. Uit. Zij. Op. Ja. Heupen ietsje lager. Lager. Op. Laag. En op. Laag. En die gaan we helemaal draaien. Gaat ie. Draai. Op. En de andere kant. Op. Draai. Op. Draai. En op nog een keertje. Draai. Op. Draai. Ietsje sneller. Gaat ie. Draai. Op. Draai. Op. Probeer maar. Ja. 4. En 3. En 2. En de laatste. Supergoed. Zij. Op. En armen mee uit. Uit. Op. Uit. Op. En uit. Op. Supergoed. Pak hem even wijd. Pakken we er heel even de benen mee. En dan doen we als volgt. Neem de armen mee omhoog. Handpalmen naar boven. Hou vast. Op. Op deze manier neemt u heel even de heupen en de flanken mee. En gaan we hem wel een beetje in de beenspieren laten voelen. Op. En op.
Haal vast, gaan we zakken door de knieën. Natuurlijk kan deze ook met een stoel. Gaat ie. Op, 2, 3, 4. En op, 2, 3, 4. Laag, 2, 3, 4. Op, 2, 3, 4. Laag, 2, 3, 4. Op, 2, 3, 4. Laag, 2, 3, 4. Op, 2, 3, 4. Zij. Ja. Alle spieren even aangeraakt. En neem je armen mee omhoog. En laag. En op. En laag. En om een beetje af te sluiten, doen we nog één keertje. 5, 6, 7, 8. En uit, in, uit. Uit, in, uit. Uit, in, uit. Uit. Overslag. Keurig, nog een keertje. En terug naar voren. 1, 2, 3, 4, uit. Neem die heupen mee, je bent lekker los nu. En uit. Twee stappen heen. Op, op. En terug. Keurig, heen. En draai, op. Ja, maak je eigen diva van. En mijn vaste soulswingers. Weet hoe belangrijk dat is. Loop lekker uit. En lieve mensen, blijf dansen. Blijf lachen. Dan bent u op uw mooiste. Tot de volgende keer.